Dan komt hij. Kijk Sneasler met zijn lange benen en zijn lange armen. Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. Waarin we maar gewoon gelijk even heel leuk beginnen. We gaan namelijk Togepi evolueren. Ja, daar gaat onze kleine eiervriend. Superleuk, uiteindelijk wordt het natuurlijk een Togekiss. Een Togekiss is oprecht best wel een goede Pokémon. Dus ik heb er zin in, hier is die nog niet. Als jij er ook zin in hebt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. Speciaal voor Togetic. Zo, en dan gaan we even aan Celine vertellen dat we nu genoeg Pokémon hebben gevangen. En dat de Pokédex compleet genoeg is om rank 4 te worden. Hatseflats, lekker. Sterretje erbij, toppie. We kunnen nu Leaden Balls gebruiken. Pokémon tot level 50 gaan mij gehoorzamen. En we krijgen ook gelijk een receptje voor Leaden Balls. Ik denk niet dat ik die heel veel ga maken, maar maakt niet uit. We kunnen ook Hyper Potions maken. Die denk ik wel dat we veel gaan gebruiken. En we kunnen nu naar de Coronet Highlands om daar de Alpha Electrode eventjes tot rust te manen. En dat gaan we volgens mij doen met deze makker. Met zijn glazige ogen. Lijkt wel een spookje. Dit is de warden genaamd Ingo. En hij is de warden van Sneasler. Hallo meneertje. En hij zegt, je hebt waarschijnlijk Sneasler nodig om Electro te ontmoeten. Sneasler. We hebben toch Sneasel en Weavile. Sneasler is blijkbaar ook weer een nieuwe Pokémon. We gaan nu naar Mount Coronet. Irida zegt dat hij een beetje last heeft van geheugenverlies. En daarin lijken we op elkaar, want ik heb ook geheugenverlies. En dat is hier, de Coronet Highlands. Let's go. Oké. Dit is een aardig bebergde omgeving. Daarbovenop staat een huis of zo. Hallo, professortje. Hij zegt, welkom, mijn jongen. Dit zijn de Coronet Highlands. Hier zal je heel veel steen- en grondtype Pokémon vinden. En daarboven, recht onder de grote rift, is Mount Coronet zelf. Oké, let's go. Heb ik nog Pokéballs of zo, trouwens? Echt super weinig. Ah, kijk, ik kan wel 20 Great Balls maken. Helemaal lekker. Gelijk even dit ding meepakken natuurlijk. Die moet je altijd lekker meepakken. Want daarin zitten altijd items waarmee je pokeballs kan maken. En ik moet nu blijkbaar daar naar beneden. Oh, we zien nu weer Parasekkies. Die hoef ik niet. Deze wil ik wel. Kan ik hier ook naar beneden? Gewoon zo. Oeh, ja, dat lukt. Kan ik jou vangen? Ik kan jou vangen, toch? Ik ga een rondje lopen om de pokebal. Dit is de magie. Lekker, zie je? De magie werkt. Nou, die Pokémon had ik al gevangen. En hier naast de waterval staat die al te wachten, hoor. Jeetje. Oeh. Oh, ik heb helemaal geen ruimte meer in mijn tassie. Maar die wil ik wel. Ja, dan ga ik gewoon dit soort berries weggooien waar ik er maar eentje van heb. Ik had ook even dit moeten verkopen eigenlijk, maar ja. En dan nemen we die lekker mee. De Electrode staat bekend als de Lord van de Leegte. En hij is een beetje anders dan de Electrode die Ingo zich herinnert. Maar er is nog steeds superveel elektriciteit. En je moet heel erg oppassen als je rond hem heen loopt. En als we met hem willen gaan battelen, dan zouden we wel eens gewoon Pokémon moeten kunnen vangen die hem kunnen weerstaan. Zoals bijvoorbeeld Ground-type Pokémon. Oh jee. Ik hoor iets in mijn oor. Ah, het is Melle. Wel. Warden Ingo van de Pearl Clan. En oh my, de Galaxy Team Grunt. Melly heeft echt geen respect voor mij, jongen. Hij loopt mij altijd uit te schelden. Hij zegt, die Lord Electrode is gewoon een maatje te groot voor jou, hoor, vriend. Maar oké, ik heb hier een trial om te kijken of jij waardig genoeg bent. Grote obstakel die je staat te wachten. Dat ben ik. En ik zei, ja, dag. Ik ga niet met jou battelen, joh. Wat, dan kom je nou stoer doen opeens, joh, Melly. En Melly die zegt, nou, dan zal ik maar even vertellen hoe ik hierover denk. De woede van onze nobel Pokémon is niks anders dan de markering van de almachtige Sinnoh die hun beschermt. Het maakt ze gewoon sterker. Waarom moet ik je uitleggen dat dat een goed ding is? We moeten de boze Pokémon gewoon zo laten, want dan zijn ze nog veel sterker dan dat ze al waren. Bla 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 bla. En waarom bemoeit de Galaxy Team zich hier überhaupt mee? Het is onze Electrode. Dus hier in ons gebied bemoeien die niet mee. Ah, Melly, je hebt nou genoeg poep gepraat. Nou is het klaar. Wil je battelen of wat? Oh, nee dus. Hij vlucht de grot in. Kom gewoon mij battelen dan, joh. Kom dan, ik durf wel. Maar we gaan gewoon achter hem aan het grotje in. Let's go. Oh, en als ze hier doorheen zijn, dan gaan we Sneasler blijkbaar ook ontmoeten. Nice. Oeh, misschien kunnen we Pikachu hier gebruiken. Want hier zullen vast wel Golbatjes en Zoobatjes zijn. Maar ja, misschien ook wel heel veel Geodudes en zo. Nou, we gaan het wel zien. Ingo zegt, de fakkels die ik hier had neergezet, ze allemaal weg. Is Melly dit aan het doen? Is die ons in de maling aan het nemen? Ah, maakt niet uit. Ik weet de weg en het komt allemaal wel weer goed.
Let's go. Oké, laten we lopen. Pompidompidom, daar gaan we door deze donkere grot. En wij zijn niet bang voor Pokémon, want wij zijn veel te sterk. Echt weer een fantastisch liedje. Ja. Oh, wat ligt hier niks? Is hier niks? Ik mag hier nog niet naartoe. Oh, ik moet met hem mee. Waarom stoppen we? Oh, snap, deze Crobat. Oké, die ziet er wel heftig uit. Laten we de andere kant op gaan. Ingo begint volgens mij langzaam zijn geheugen weer terug te krijgen. Hij zegt, ja, ik herinner me opeens een andere man. Ja, dat komt allemaal wel weer een beetje terug. We zijn ondertussen blijkbaar bijna bij het einde. Ja, kijk, het wordt hier alweer wat lichter zo te zien. Grote open ruimte. Ja, we zijn er bijna, zegt hij. Ja, maar wat kan dat zijn? Ja hoor, daar zijn fakkels. Ja hoor, freaking Melly, hè. Die heeft gewoon alle fakkels gestolen. Ingo, die gaat ze even terugzetten. Ja, top. Als we die kant op gaan, dan gaan we de grot uit. Oké, maar wacht. Ik zag hier allemaal dingen. Dingen waar ik ook weer pokeballs mee kan maken. Dus ik ga die even pakken. Zijn hier ook nog zeldzame Pokémon of zo in dit grotje? Even hier om de hoek kijken hoor. Oeh, een Gibble. Oké. I wanna catch you. Oké. Je gaat niet wegrennen, toch? Kom dan. Kom maar. Hoppakee, let's go, Gibble. Hij is wel laag level. Ik denk dat ik hem niet kapot maak als ik nu Air Cutter doe. Ik denk dat hij dat wel overleeft. Nou, of niet. Sorry, Gibble. De bedoeling was dat ik je zou vangen. Of heb ik al een Gibble gevangen? Ik weet het eigenlijk niet. Oké, hier ligt nog een steentje in de weg. Die kunnen we even zo... Hoppakee, lekker Togetikkie. Hoppakee, nice. Even uit de weg ruimen. Oh, kijk, daar een unknown. Ja, ik zag hem opeens. Wacht even. Wil je alsjeblieft gewoon... Oké, battle dan? Hoe krijg ik jou van de muur? Hè? Ja, oké, ik gooide blijkbaar gewoon mis. Voor mijn gevoel gooide ik echt prima raak, maar oké. Het heeft me 4 great balls gekost, nice. Oké, waar zijn we nu? Oh, hier is de uitgang, lekker. Ingo zegt, yo, professor Leviton die zegt hoe je op je bakkers bent gevallen uit de lucht. Dat was bij mij ook zo, ik was opeens hier in deze regio. Ik had nog nooit van deze regio gehoord, maar ik was er alleen opeens. En ik kon alleen mijn eigen naam maar herinneren. En de Pearl Clan die heeft mij geholpen. Nou, ik vraag me nog steeds af wat mijn echte doel is dat ik hier ben gekomen. Laten we snel vooruit gaan. Hopelijk kan ik je helpen dan. Dat je weer een beetje herinnert waar je vandaan komt, joh. Zijn deze Golbats ook level 42? Vraag ik me af. 37. Oké, deze moet ik kunnen hebben. Maar ik ga die met rust laten. Oh, Parasekkies. Ja, oké. Oh, een Golduck daar. Let's go! Even deze wisp pakken. Yo, wat zou er gebeuren als ik hier vanaf donder, joh? Oké, laten we het niet testen. We maken echt te veel herrie. Al die Golbats die horen ons de hele tijd aankomen. Oké, lekker Pikachu. In zijn rug. Volgens mij is het niet gelukt. Nee! Pikachu! Donderschokkie! Oké, dit gaat echt... Oh, Pikachu, je moet echt snel een Raichu worden. Oh my gosh, je moet echt heel snel een Raichu worden. Dit gaat helemaal niet goed met Pikachu. Pikachu is zeker niet sterk genoeg. Ik had toch echt Luxray in mijn team moeten houden, denk ik. Oké, rennen! Daar staat Melly weer, joh. Melly, hou eens even op met ons hete lastigvallen en dwarsbomen. Hij zegt, ja, ik heb die fakkels inderdaad uitgedaan. Speciaal voor de Pokémon die in die grot leven, want die houden van dat het donker is. En jullie kunnen alleen verder als je mijn Pokémon verslaat. Nou, oké, let's go. Laten we het doen. Hij heeft een Skuntank. Oh, dan heb ik weer precies de verkeerde Pokémon voor. Lekker dit. Poison gaat mij kapot maken, denk ik. Ja, lekker. Top. Ik heb echt elke keer dit soort pech in deze game. Oké, Typhlosion, reken alsjeblieft even af met deze grap. Je mag zo te zien ook 2 keer, dus dat... dat is lekker, wou ik zeggen. Maar het regent, dus firepower is nu ook weer minder. Oh. Oké, let's go. We gaan voor rollout dan. Stomme Skuntank. Oh, man. Hij kent gewoon ghost-type moves. Oké, dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Het gaat niet een klein beetje de verkeerde kant op. Het gaat echt helemaal fout. Ik doe ook nog agile staal. Dat was ook niet de bedoeling eigenlijk. Want ik wou strong staal doen. Ja, zie je, dan had ik hem gewoon verslagen. Oké, we hebben eindelijk die Skuntank down. Nee! Ik mis mijn aanval ook nog. Ja, dag. Echt alles zit tegen in deze battle. Kijk dan, ik heb alleen nog Floatzel en Cricketoon over. Dit is echt niet oké. Ik ga toch niet van deze grappie verliezen, joh. Wat gebeurt hier allemaal? Skuntank is down. Oh, en hij heeft ook echt maar 1 Pokémon. Maar hij sloopt bij de hele team met die ene Pokémon. Doe normaal. Hij zegt, luister, Skuntank en ik, we hebben helemaal niet verloren. We geven het niet toe. De challenge die staat nog steeds. Het is een tactische terugtrekking, dit.
Oké. Ja, je kan veel praten, maar je zegt niet zoveel. Kan je mijn Pokémon healen, Ingo? Dit was niet chill. Kijk, iedereen is down. Ik kan 1 revive maken. Oh, ik heb ook revives. Oké, ik heb revives. Helemaal top. Gaan we even iedereen reviven. Oké, we zijn weer terug. Jeetje, wat ging dit fout. Hé, ik zie Bronzor daar. En ik zie Ingo hier. Hij zegt, deze stenen zijn achtergelaten om ons te beschermen tegen wilde Pokémon. Hey, Volo. Jij loopt mij ook echt overal achterna, hè, gast. Ingo vraagt, Volo, wat kom je doen? En Volo zegt, ja, ik wilde eigenlijk vragen naar dat geheugenverlies van jou. Zou dat te maken kunnen hebben met de Space Time Rift. En Ingo zei, ja, weet ik veel. Ik herinner me niks, dus dat kan ik niet weten. Kan mijn eigen huis, mijn familie helemaal niks meer herinneren. Dus je kan beter aan Rickertje vragen, denk ik. Yo, ik weet toch ook niet wat er gebeurd is. Ik zeg ook tegen Volo, ik heb niks gezien, want ik weet allemaal niet wat er gebeurd is. Volo zegt, nou, het zou best wel eens kunnen dat het heel lang geleden dit al een keer allemaal eerder is gebeurd met deze Spacetime Rift hier in deze regio. En daarom hebben we er ook misschien al een naam voor. Oké, en hij vraagt zich af wat er aan de andere kant van die rift is. Hey, ik weet niet wat jou allemaal bezighoudt, maar die rift moet gewoon dicht, hoor. Het moet gewoon weer hier vriendelijk en vreedzaam worden. Ingo zegt, nou, ik hoop dat je het mysterie oplost, meneertje Volo. Zodat iedereen weer hier veilig kan leven in deze regio. Doei. Oké, wij moeten door deze grot. Let's go. Bronzor wil mij gelijk aanvallen. Doe eens eventjes rustig, joh. Laat mij gewoon even hier lopen. Oh ja, ja, ik hoor het al. Ja. Ze gaan los. Oké. Bronzong ook. Kan ik die vangen? Nee, ik kan die niet vangen. Ik heb hier geen zin in. Oké, we zijn uit de grot. Helemaal top. Oké. Apricorn is mee pakken. Oh, daar is een Ursaringetje. Laten we die proberen te vangen. Je hoeft niet gelijk weg te rennen. Ik wil gewoon een Great Ball op je hoofd gooien. Dat is het enige wat ik wilde doen. Blijf er maar in, joh. Yo, lekker. Die hadden we nog niet. Dat is nice. Oké, gaan we deze ook pakken? Oké, eigenlijk moeten we even wachten tot hij met zijn rug naar ons toe staat. Ja, top. Top. Draai maar. Ik gooi mis. Oh, nee, ik gooi raak. Top. Even al die Ursarings proberen te vangen hier. Nee. Niet boos worden op mij. Oh, je weet ook echt waar ik ben. Je weet ook echt waar ik ben. Hoe weet je waar ik ben, vriend? Hoe weet je dit? Hoe weet je dit? Ah! Gast. Ah, doe dit niet. Oh, nee. Oké, kom maar dan. Kom maar dan. Let's go, Typhlosion. Je kan het. Oh. Hoop ik. Ik hoop dat jij dit kan. Ursaring kon mij in ieder geval niet aanvallen, omdat wij die Pokéball op zijn rug hebben gegooid. Oké, gelukkig. Ja, dit komt goed. Lekker bezig, jongen. Lekker bezig. Ik vind hem zo cool eruit zien, hè, zo. Kijken of we deze ook mee kunnen pakken. Oh, wat? Hij springt opeens naar achteren. Wat? Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Oh, hij gaat weg uit de Pokéball. Ze gaan allebei weg uit de Pokéball. Oké, mazzel. Oh, nee, jou kunnen we ook niet vangen. Oké. Ik hoor zeggen, keihard achter me aanlopen. Jongen, ga weg. Ga weg, allemaal. Wegwezen. Kijk wat ze allemaal doen, joh. Oké, het is weer rustig. Hey, Volo, what up? Hier kunnen we kampie maken. Dit was Volo helemaal niet. Dit is iemand anders. Dit is Ashim. Ze zijn van dezelfde guild natuurlijk. Maar hij zegt, ja, nee, die Bronzor die is daar in de weg. Zouden we even kunnen kijken wat Bronzor wil? Oké, Bronzor, ik ga je helpen, vriend. Wat is er allemaal aan de hand? Even kijken. Oh, kijk daar, aan de overkant. Daar is nog een Bronzor. Ben je op je mattie aan het wachten? Dat is super cute. Oh, Golduck staat in de weg. Even sluipen. Golduck! Hier! Lekker! Kom maar in de pokeball. Waarom heeft er niemand in die pokeballs? Blijf eens gewoon erin, jongens. Wat is jullie probleem allemaal? Nou, Golduck. Hou even op. Ben je boos? Nou, kom dan maar battelen. Golduck is ook weer sneller. Oftewel, grote problemen voor Togetic. Maar Togetic kent wel Draining Kiss. Daarmee kan ik wat HP'tjes terugjatten met Agile Staal. Ja, dan ben ik nu ook sneller weer. Ja, top. Oké, heb ik hopelijk weer mijn HP terug. Nice. Ah nee, niet mij laten slapen. Ben ik nu aan het slapen? Nee, ik ben niet aan het slapen. Lekker, dan doe ik nu Strong Style. En hopelijk heb ik Golduck dan nu down. Ja. Lekker. Het was precies genoeg. Kon hem natuurlijk ook proberen te vangen, maar dat heb ik niet gedaan. Bronzor! Yo, ben je een beetje verdrietig? Zijn jullie een beetje verliefd op elkaar? Ja, jullie zijn lovers. Oh nee. Die andere Bronzor die is gewond. En Ashim gaat hem gewoon even oplappen. Ah, dat is super lief van je, Ashim. Ja, oké. Nou, dit zijn wat vriendelijke Bronzors dan de Bronzors van daarnet. En nu kunnen we daar kampie maken. Lekker hoor. Woehoe. Zo, dat was echt een super verre sprong trouwens. Ik vind dit echt leuk dat je van die mini-quests hebt. Ze mogen wel iets uitgebreider dan deze quest. Maar kijk, die Bronzors die chillen hier nu gewoon ook gewoon gezellig hier in het kampie.
Ze zijn ons super dankbaar. Ze blijven gewoon hier chillen. Ja, dit is leuk. Dit is lachen. Ik zit wel even te twijfelen over mijn team. Want Pikachu die ging echt keihard kapot gewoon. Heb ik nog een beetje high level Pokémon voor de rest? Oeh, ik heb wel een level 55 Rhydon. Ik denk dat ik die gewoon even in ga zetten voor Pikachu dan? Want ik heb geen Thunderstone. Dus ja, aan Pikachu heb ik nu niet zoveel. Ik heb ook een level 42 Kadabra eventueel. En een level 42 Happiny. Ja, ik denk dat dit hem voor nu even moet zijn. Het is wel lekker om een level 55 Pokémon in mijn team te hebben. En Rhydon kan je natuurlijk ook nog evolueren naar Rhyperior, hè? Dan is hij nog sterker. Daarvoor hebben we een item nodig en dat heet een Protector. Zo te zien heb ik die nog niet. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Dat komt later dan wel. Yo, maar man, sta je hier lekker op me te wachten bij Bergie? Oké. Oh, daar hebben we mijn thumbnail gezicht weer. Ingo die zegt, je verwacht niet dat je hier deze berg op kan klimmen. Maar met Sneasler, dan zou dat wel kunnen. Ah, lekker. Dus met Sneasler kunnen we op bergen klimmen. Hij heeft het over HM, zagen jullie dat? Over hidden moves, maar hij weet niet hoe die daar opkomt en waarom die daar überhaupt aan denkt. Hij komt ook uit de oude regio, sowieso. Hij vraagt zich nu echt van, wie was ik voordat ik hier in Hisui kwam? Als jij uit de lucht gevallen bent, dan kom je ook vanuit een andere wereld. Laten we een Pokémon battle doen. En misschien komt mijn gedachten, mijn herinneringen dan weer terug. Oké, let's go, let's do this. Hij heeft een Machoke. Waar komt hij ook alweer vandaan? Moeten we hem kennen dan? Kennen wij Ingo uit een andere game? Ik herken hem eigenlijk niet echt meer. Oké. Togetikkie! Togetik is echt nog klein, hè? Togekiss is best wel groot, maar Togetik is nog aardig klein. Ik heb wel een beetje te doen, hoor, met Togetik. Hij krijgt wel veel klappen. Maar oké, ik doe gewoon Draining Kiss. Die is super effectief. En ik doe eerst Agile Style, zodat ik hem ook echt twee keer mag raken. Kijk, dit is nice. Dit is nice. Hoppakee. Misschien had ik hem ook wel gewoon in één klap kunnen slopen, maar dit was een beetje het zekere voor het onzekere. Machoke is weg. Ik hoef helemaal geen medelijden te hebben met Togetic. Kijk hoe goed die is. Hij sloopt die Machoke gewoon. Oké, wie krijg je nu? Een Glissor. Die is wel level 42. Is wel aardig hoog. Hij gaat ook echt twee keer aanvallen. Twee quick attacks. Hij gaat zelfs drie keer aanvallen. Jeetje, ja. Maar als je zo gaat doen... Nee. Nee, dit vind ik niet eerlijk. Gewoon drie keer achter elkaar aanvallen. Hoe dan? Oké. Dan gaan we het blijkbaar zo spelen. Hier kom ik met Aqua Jet. En dan ga ik je ook twee keer aanvallen. Maar ik denk dat ik dan voor de tweede aanval voor Water Pulse ga. En die doe ik ook Agile Style. En dat is natuurlijk super stom, want dat had hij niet moeten doen. Ik had beter Strong Style kunnen doen. Want dan had ik hem verslagen. Ja. Oh, hij roept zijn Pokémon terug. Oké, wie ga je er nu in sturen dan? Tangela. Tangela. Ja, die gaat mij slopen. Dan ga ik nu Staraptor erin gooien. Als we dan gaan wisselen, dan ga ik ook wisselen. Let's go, Staraptor! Oh shit, hij gaat me paralyzen. Het blijft trouwens echt cool dat je gewoon zo rond kan lopen tijdens een battle. Nee, ik ben paralyzed! No, oh, een ancient power! Kom op. Ja, kijk, nu raak ik hem wel. Beam! En weg is die. Lekker. En daar is Glissor weer terug. Ja, die gaat mijn Staraptor nu natuurlijk aanvallen. Strong Style ook. Oké, hij gaat echt alles of niets. Ja joh, tuurlijk. Floatzel, deze is voor jou. Come on, Water Pulse. Klaar met Glissor. Wel een vette Pokémon trouwens hoor. En toen hadden we gewonnen. En nu ben ik benieuwd of je gedachten, je herinneringen weer terug hebt. Jouw talent brengt ons naar een mooie bestemming. Genaamd de winst. En ik zal Sneasler nu even roepen. Met zijn fluitje. Ja. Komt hij van boven op de berg? Dit camera standpunt doet me dat wel vermoeden. Kijk maar naar boven. Kijk maar naar boven. Oh. Daar komt hij. Al die Pokémon in Hisui zijn zo chill. Die Typhlosion ook. Dat is echt zo'n chille dude. En deze guy ook. Kijk Sneasler met zijn lange benen en zijn lange armen. Ik vind hem heel tof. Heel nice. Die klauwen ook, jongen. Hij heeft echt grote klauwen. Ja, hij moet zich natuurlijk vast kunnen pakken op de berg. Dus dat is ook wel logisch. Gaat hij me nou uitlachen? Nou, in ieder geval vindt hij me aardig zo te zien. We krijgen de Toxic Plate. En dit is de final stop van Ingo. We kunnen hier de berg opklimmen richting de bergen. De berg opklimmen richting de bergen. Oké, logisch. En we moeten Melly ervan overtuigen dat wat wij aan het doen zijn, dat het goede ding is. Dit is gewoon... Dit is iemand van een schip, hè? Is dat de bestuurder van de SSN of zo? Kijk, dit is dus wat Sneasler doet. Lekker bergen beklimmen. Ja, kijk hem hangen. Pompidompidom. Lekker Sneasler. Super cool. We hebben er weer een Pokémon bij die ons helpt. Super vet. Als je dit een vette aflevering vindt, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!